U bent nog steeds afgestemd op de SCVS en u kijkt naar Actua, het programma dat begint om 12 uur van maandag tot en met vrijdag. En het programma dat wordt verzorgd vanuit de congreshal, waarbij we heel dichtbij de belangrijke actoren zitten. En doordat de afstand zo kort is, alhoewel we wel rekening houden met 2 meter afstand houden van elkaar, maar u begrijpt me wel, de afstand is te kort om de mensen niet aan het woord te laten. En vandaar dat we in het uur 12 naar 1 ervoor zorgen dat we de actoren ook de ruimte geven in het programma Actua om u te informeren ten aanzien van Sang Ipsa in Suite Sananang. De volgende gast, nadat we de dominee in het eerste gedeelte hebben gehoord, praten we met de waarnemer directeur van de luchtvaartmaatschappij. En het is niemand anders dan Timothy Mendoza, ook een hele boemateur, Jim Wang. Hij doet al een heleboel dingen, maar we willen nog weten of hij zoveel ruimte heeft om persoonlijke dingen te doen en nog het werk voor te trekken. Goedemorgen, middag. Goedemorgen, well, luchthavenbeheer middag, natuurlijk. Goedemorgen, het is al middag. Goedemiddag. Hoe is het met u? Uitstekend, dank u. Hoe is het met u? Yes, goed. Ik bedank u voor uw komst naar de studio. We zitten vandaag in opdracht van de gemeenschap. En natuurlijk willen we weten, hoe zit het precies daar bij u in het bedrijf? Nou, bij de luchthaven en veel luchthavenbeheer, we hebben de nodige uitdagingen natuurlijk. U weet dat wereldwijd de luchtvaart en de toerisme sector de grootst geraakte sector is in deze pandemie. Dat betekent, en voor ons letterlijk 96% van onze business dat gewoon weg ligt. Dat betekent dat we maar 4% nog over hebben wat we afhandelen. Dat bestaat voornamelijk uit de cargovluchten, de repatriatievluchten en hier en daar charters van essentiële businesses die door moeten. Dus het is absoluut uitdagend. In eerste instantie moeten we 1 rekening houden met de gevolgen en de beschermingen van de COVID-19. Bij ons staat natuurlijk altijd bovenop dat ons personeel goed beschermd is voor de passagiers tegen het virus. Niet tegen de passagiers, maar tegen het virus. Dat staat 1. En daarnaast, als je 96% van je business verliest, betekent dat je eigenlijk nagenoeg dood bent. Maar in ieder geval weten we, of we zijn er bewust van, dat het tijdelijk is. En we kijken uit naar hoe snel en hoe goed genoeg kunnen we herstellen om weer de draad weer te kunnen oppakken. Om nog steeds, zoals we het noemen, on the route to 1 million passengers te zijn. Als u zegt 96% ligt nu off, wat bedoelt u precies? We krijgen 96% van onze business passagiersvluchten binnen, krijgen we helemaal niet meer binnen. We krijgen maar een heel klein beetje binnen. En is dit de core business van? Dat is de core business van de luchthaven, ja. We hebben eigenlijk vooruit gekeken naar wat gaat er in de komende maanden gebeuren tot het eind van het jaar. En we verwachten van nu uit tot het eind van het jaar, van alles wat we dachten dat we zouden krijgen, dus onze forecast, dat we maar 70% binnen zullen halen. Want de business zal ergens weer beginnen op te pangen in het laatste kwartaal van het jaar, verwachten wij. En dat zou betekenen dat we rond het eind van het jaar rond 250.000 passagiers liggen. Dat is de helft van wat we, minder dan de helft van wat we vorig jaar hebben gehaald. En dat brengt ons terug om even het in perspectief te brengen. We zijn nu in 2020. En als dit gaat zoals het gaat, wat we voorspellen, we hopen natuurlijk dat het er beter uitziet. En absoluut niet slechter. Maar als het er zo voortgaat, gaan we aan het eind van het jaar evenveel passagiers halen als we hebben gehaald in 2002. Dus richting 20 jaar terug gaan passagiers gaan we terug. Dat zien we voor de beeldvorming. En 20 jaar geleden hadden we, ik denk, de helft van het aantal personeelsleden, want de business was helemaal anders. Dus het is een grote uitdaging. U noemt personeelsleden. Ja. Wat gebeurt er? Want we begrijpen vanuit verschillende bronnen is het duidelijk dat leiders van bedrijven, directeuren, zeggen dat ze maatregelen moeten treffen en dat ze beginnen met een soort van sanering. We gaan een deel houden en een deel moet dan wegblijven. Welke stappen heeft de luchtvaartmaatschappij gedaan? Ja, luchthavenbeheer. We hebben, laten we eens dit stellen. Ik denk dat we als organisatie, niet alleen als staatsbedrijf, maar als elk bedrijf hier in Suriname, hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat is de bijdrage die we leveren middels ons personeel dat we hebben, die onderdeel maakt van die maatschappij. Dus wij zullen er alles aan doen om zo, in ieder geval zo goed als mogelijk en zo lang als mogelijk te voorkomen dat we mensen moeten zullen laten gaan. En dat betekent dat wij ons als bedrijf, als medewerkers, ons als een familie opstellen om zo goed als mogelijk nog vol te houden wat we kunnen volhouden om hier voort te gaan. Maar dat betekent niet dat we zonder slag of stoot dit zullen doen. We zijn al heel snel begonnen met een saneringsplan, omdat we al heel snel door hadden dat dit het niet zou worden.
We hebben een aantal maatregelen getroffen, bedrijfswijd, dus alle verschillende facetten van onze organisatie, hebben wij de bezuinigingen ingevoerd en dat treft ook ons personeel. We hebben in april hebben we dat nog zo goed als mogelijk kunnen doen zoals we dat konden met onze reserves. Maar er zijn twee dingen waar we rekening mee moeten houden. Eén is, we kunnen nu iedereen, want het liefst wil je dat iedereen zijn normaal salaris behoudt met alle toelages. Maar je moet ook rekening houden, hoe lang hou je het nog vol als organisatie? En wij hebben ervoor gekozen om liever in de toelages te snijden per mei. Om daardoor nog iets langer adem te hebben. Want het heeft geen zin dat we nu iedereen vol uitbetalen, maar de volgende maand kunnen ze helemaal niet meer. Of moeten we iedereen laten gaan? Dat willen we natuurlijk niet. Dus we proberen zo goed als mogelijk waar we kunnen snijden wat zeg maar additioneel was. En daarna om nog langer door te kunnen, alles met iets minder. Maar het worden zware tijden, hele zware tijden. En we hopen zo snel als mogelijk dat het zich gaat herstellen. Maar als we eerlijk zijn en we kijken naar wat er in de wereld gebeurt, zal dit nog even duren. Bij ons als organisatie hebben wij als verantwoordelijke van de organisatie, stel ik ons bedrijf zeker vooruit, maar tegelijkertijd hebben we ook een verantwoordelijkheid naar de gemeenschap. Ik kan niet gaan pushen dat we open gaan en dan wordt onze gemeenschap ziek. Dan krijg je weer een tweede wave van COVID-besmette passagiers die binnenkomen. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Dus we staan 100% achter wat de voorschriften van volksgezondheid. Maar we moeten even kijken hoe we naar wat wordt de nieuwe normale opereren, de new normal. Daar kijken we naartoe. Wat gaan we doen en hoe kunnen we dit zo goed als mogelijk voor elkaar krijgen? Nou, het leek alsof je een beeld hebt van wat ik allemaal zou vragen vandaag. Maar des te meer kijken we ook naar de contacten die wij als Suriname hebben met landen in de regio. Ja. Als het gaat om het bieden van faciliteiten, luchthaven, brandstof en dergelijke zaken die hier ook vanuit Suriname, we hebben die spullen. Ja. Hoe zit het dan met ook cargovluchten van de regio, maar dan moet er een stop gemaakt worden. Ik denk maar even na hoor. Nou, ik denk dat iedereen, we hebben met airline organisaties gesproken om te kijken hoe kunnen we slim nog geld verdienen. Maar de hele wereld zit eruit. Het is niet alleen Suriname dat het probleem heeft om stops hier te kunnen maken. Eigenlijk de wereld en de connectivity die we hadden, de aantal routes die we hadden, zal er in de toekomst helemaal anders uitzien. Hè? Zeker in de opstart waar we naartoe gaan. Wij proberen zo goed als mogelijk wat business eruit te halen. We zijn zeker de airlines die nog moeite doen, waaronder bijvoorbeeld vandaag komt er een SLM cargo vlucht binnen. Dit zijn manieren waarop we toch niet alleen als luchthaven, als airport, maar als land toch nog wel wat kunnen verdienen. Want als er wordt geëxporteerd, komen er ook weer valuta binnen in het land. Dus op die manier, wij proberen als luchthavens ons echt faciliterend op te stellen, zo goed als mogelijk, om alles te kunnen faciliteren wat er mogelijk is. Als het zou betekenen dat we voor de regio een rol kunnen spelen om van hieruit verder te connecten, hey, why not? We staan er open voor. We kijken ook echt actiever, maar het is de hele business zit overal zit een beetje lager dan, of een heel stuk lager dan we verwacht hadden. U kennende, ik weet dat het niet zo zal blijven, maar er worden een heleboel scenario's bedacht. Ja. En u noemde al een van de zaken waarbij er een regeling is getroffen met het personeel om bepaalde extra gelden die werden uitbetaald, om die daarin een percentage van af te trekken, zodat jullie langer kunnen opereren. Ja. Maar welke andere scenario's zijn op papier gelegd of besproken om ook de financiële status van het bedrijf niet te veel in een negatieve of aan de kredietzijde te laten hangen? Ja, kijk, het belangrijkste voor ons zou zijn, als je er financieel naar zou kijken, dat we weer open gaan en dat we normaal weer business kunnen oppakken. Maar we weten dat dat niet het geval zal zijn op korte termijn. We hebben even gekeken naar hoe snel hebben de repatriatievluchten terug. En we verwachten niet voor augustus een normalisatie van wat er is. Voor de luchtvaartsector is bijna het enige wat we zou kunnen hebben, is een vaccin. Op het moment dat er een vaccin is dat wereldwijd beschikbaar is, betekent het dat één passagiers veiliger het gevoel zullen hebben van hé, ik ben beschermd, dus ik kan gaan vliegen. Maar ook het binnenbrengen van een vaccin, het ontwikkelen duurt even voordat het getest is. De vraag is, wil je natuurlijk de eerste zijn die dat vaccin neemt, zonder dat je weet wat de gevolgen daarvan zijn. Overigens denk ik dat het moment dat het op de markt komt, dat er wel een nodige zekerheid van zal zijn. Dat zijn zaken die wat met zich mee zullen brengen, of tenminste weer traffic op gang zullen brengen. Andere zaken zijn in hoeverre
hebben wij sneltesters bijvoorbeeld. Bij aankomst, dat je iedereen snel kan testen, dan heb je de hele quarantaine gebeuren niet. Mm-hmm. Maar dat zijn zaken die allemaal vanuit volksgezondheid moeten komen. Voor ons als bedrijf zijn het dus de ultieme scenario's waar we naartoe gaan. Maar voor nu, waar we naartoe kijken, we hebben al meer dan 35% van al onze kosten hebben gesneden. En we zullen nog meer snijden. We hebben dat vroeg al gedaan. Het moment dat we dit zagen aankomen, hebben we eind maart, begin april, hebben we direct al onze leveranciers hebben aangeschreven. En we hebben beperkingen gedaan op onze contracten en al dat soort zaken. We moeten gaan kijken naar hoe kunnen we optimaal onze luchthaven nog draaien. Een van de grote dingen die we hebben gedaan, die direct kostenbesparend werkt. Voorheen was de luchthaven altijd 24 uur open per dag. Dat betekent dat we drie shiften hebben. In de ochtend, middag en nacht heb je mensen daar rondlopen. Als er geen vluchten zijn en geen bewegingen zijn, dan kan je dat beperken. Mm-hmm. Dus dat is een hele grote beperking waardoor we een heleboel onkosten niet minder hebben. Minder personeel op het werk betekent minder voeding daar of gesubsidieerde voeding daar hebben. Minder eventueel overwerk wat er eventueel zou zijn. Minder bussen inzetten. We zijn van, ik dacht dat we 6 routes hadden, zijn we teruggegaan naar 2 routes. En daarnaast zijn er dat effect van minder dan 24 uur open zijn, dat heeft zo'n grote financiële impact dat dit echt een grote hulp is geweest in waar we naartoe gaan. Dus we zijn nu open op het moment dat er een vlucht wil komen. We zijn eigenlijk een beetje open als er vraag naartoe is. En dat kan ook in de nacht zijn, maar dan worden er mensen in die shift daadwerkelijk gebracht naar de luchthaven. Dus we zijn echt open on request, om het zo te noemen. En daarmee besparen we een heleboel geld. En waarnaar we het uitkijken, want we zijn bezig een herstelplan uit te zetten tot eind 2022. Want we moeten niet alleen kijken van hey, hoe redden we het nu. Maar als we het nu redden, betekent het dat een heleboel kosten van nu worden doorgeschoven naar de komende jaren. Dus we kijken in de komende 3 jaren van hoe kunnen we het inlopen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als bedrijf blijven bestaan. Want dat is het belangrijkste. Ik heb er alle vertrouwen in en ik geloof het oprecht dat de luchtvaartsector zich zal herstellen. Want als je kijkt naar alle crisis of recessies die er zijn geweest in het verleden, ze hebben allemaal een dip gebracht in die curve. Maar op lange termijn blijft het nog steeds altijd dat elke 15 jaar dat de luchtvaart altijd nog blijft verdubbelen in aantal. Dit zal een hele zware zijn. We hadden gedacht dat we in 2008 het zwaarste hebben gehad. Maar dit is een extreem dat echt de hele wereld heeft aangetast. Dus dat zal zeker ons als klein land behoorlijk aantasten. Maar ik zei het al aan het begin en ik blijf er nog steeds bij. De luchthaven, de Johan Adolf Pengel International Airport, is nog steeds on the route to 1 million passengers. Even wat een dipje nu, even wat aanpassing, maar we zijn nog steeds onderweg naar 1 miljoen passagiers. Zijn er andere uitdagingen? Want ik hoor, nu is de focus gelegd op corona. Ja. En we kijken ook 100% naar alle beperkingen wereldwijd. Ja. Ja. Maar welke andere uitdagingen heeft NV Luchthavenbeheer? Nou, het zijn er genoeg uitdagingen. De ambitie die we hebben gesteld om toen de tijd meer dan te gaan verdubbelen in passagiers is een bijzondere. En om daar te komen betekent dat ook je organisatie goed daarop moet worden afgesteld. Ook je personeel daarop moet worden afgesteld. En ik ga u zeggen, ik denk dat we zeggen het in het algemeen dat deze COVID-situatie een bewustwording is voor de wereld. Maar ik denk nu dat alle organisaties individueel dat dit ook als een bewustwordingsmoment kiezen om eigenlijk een beetje te gaan rationaliseren, om hun organisaties lean te gaan maken, om te kijken hey, hoe efficiënt en hoe effectief kunnen we onze organisatie runnen. En daar zijn we nu bezig. Het is moeilijk, want we moeten wat veranderingen doorvoeren in zo'n moeilijke tijd. Dat zal wat tijd met zich meenemen, maar ik denk dat we er tussen nu en 2022 dat we echt kunnen naar een lean organisatie die miljoen passagiers in de toekomst zal aankunnen. U zei, jullie hebben een faciliterende rol, NV Luchthavenbeheer. Ja. Ja. Jullie zorgen ook ervoor dat de bijzondere vluchten worden uitgevoerd. En ja, ik denk niet dat, of ik weet dat er een evaluatiemoment is geweest, ja, bij de eerste bijzondere vluchten, ja, repatriatievluchten. Ja. Ja. Wat zegt het rapport, het evaluatierapport? Hoe is alles gegaan? Nou, wij hebben vanaf het begin, we zijn gelukkig vanaf het begin, voordat de sluiting is, tenminste de sluiting van de luchtruim is, kenbaar gemaakt door de overheid, zijn wij daarbij betrokken en zijn we ook daarbij bezig geweest. En wij hebben vanaf het begin geholpen om zaken zo goed als mogelijk te kunnen faciliteren. En daar denken we bijvoorbeeld aan zo goed als mogelijk de passagiers met de nodige restricties te kunnen vervoeren het land uit.
Maar ook tegelijkertijd de passagiers die terugkomen. We hebben een aantal maatregelen getroffen. En een van de dingen is dat we ons personeel, de veiligheid van ons personeel en zeker de gezondheid van ons personeel altijd bovenop hebben gesteld. Dus nog voor die sluiting toen de BOG, door het BOG werd aangegeven dat we maatregelen moesten treffen, zijn wij direct akkoord gegaan. We hebben zelf nog een aantal van de temperatuurmeters overhandigd aan het BOG. We hebben ons personeel allemaal in PPE, dus volledig met handschoenen, met mondkapjes, overal sanitizers, al dat soort zaken hebben gelijk doorgevoerd om, om ons te beschermen. Ik denk dat we niet alleen als luchthaven, maar als land, dat we erg trots mogen zijn op de manier zoals we dat we het hebben aangepakt. Het besluit om te zeggen vanuit de overheid, we sluiten en we sluiten gewoon direct, dat is een hele goede geweest om nog meer binnenkomsten van geïnfecteerde passagiers te kunnen voorkomen. En de passagiers die binnen zijn gekomen en die andere mensen hebben besmet, zij treffen geen blaam natuurlijk. Maar je wil wel voorkomen dat dit gebeurt. Dus het besluit om te sluiten, 100%, ik denk dat dat een goede is. Er zijn overal zijn er schoonheidsfoutjes. Maar ik denk dat we al gelang de weg, je ziet het natuurlijk ook met hoe de reacties zijn geweest van de laatste repatriatie. Dat wordt steeds beter, want we leren uit elke fout die er is gemaakt en uit elke situatie. Het zijn leermomenten, het zijn niet echt fouten, het zijn leermomenten. En ik denk dat we hier in het geheel, ik denk dat samenwerking, dat bovenop staat. Ik denk dat 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 de key is tussen alles wat we succesvol hebben gedaan. De samenwerking met sowieso vanuit de luchtvaartsector onderling met de luchtvaartmaatschappijen, vanuit het ministerie, de luchtvaartdienst, NCCR, Volksgezondheid, BOG. Iedereen heeft justitie, die de politie ook nog voor extra assistentie, het leger. Iedereen heeft zo goed op elkaar ingestemd. En je ziet dat het elke keer bij elke repatriatie er steeds beter en beter de afhandeling wordt gedaan. Dus elke keer weer, we zijn goed in korte lijnen met elkaar, dat lukt goed. Nou, vandaag praten we in deze aflevering van Actua met de waarnemend directeur van NV Luchthavenbeheer. En dat is niemand anders dan Timothy Mendoza. Hij is ook flexieman, als je het zo mag zeggen. En hij zorgt ervoor dat hij niet achter de schermen blijft, maar dat hij ook in het programma Actua is verschenen om u te informeren ten aanzien van wat er precies gebeurt op onze Johan Adolf Pengel luchthaven internationaal, ook erkend. Dus dat betekent dat er heel veel afspraken zijn met andere partners. En in dat kader willen wij als gemeenschap ook de cliënten van een NV Luchthavenbeheer willen weten wat er allemaal gaat gebeuren. En we praten nu al, of de directeur heeft al ergens gesproken over plannen maken richting 2022. En dat gaat niet al te makkelijk. Aan de andere kant hebben we ook begrepen dat er alles in het werk wordt gesteld om de veiligheid van de personeelsleden daar te waarborgen. En ook nog de mensen die bij de bijzondere vluchten naar Suriname afreizen, dat die mensen ook op de juiste manier worden of de vluchten op de juiste manier worden afgehandeld. We praten met de directeur naar de afronding toe. En we kijken ook naar de mensen die dit programma ook volgen en misschien zitten in een van de landen buiten Suriname. Ja. En vragen, wanneer kom ik aan de beurt? Heeft u misschien het antwoord? Nou, laat me als eerst aangeven dat ik snap dat het niet makkelijk is. Want we praten met mensen die natuurlijk op de bestemmingen zijn waar ze in grote getallen zijn, in Nederland voornamelijk. Maar er zijn ook mensen die met z'n vier of vijf in een Peru bijvoorbeeld zitten. Ja. Dat zijn behoorlijke uitdagingen. We proberen samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, vanuit de ambassade, deze mensen te ondersteunen en tegemoet te komen. Maar we moeten nog steeds stappen ondernemen. We hebben van de SLM vernomen dat we op 8 mei de vlucht, nog een repatriatievlucht hebben, de volgende repatriatievlucht hebben vanuit Amsterdam. Dus ik denk dat het goed is. Ik denk dat de announcement vandaag ook wordt gemaakt. En dat we de passagiers zich kunnen begeven naar het hoofdkantoor van de SLM om daar de tickets te kunnen boeken. Dat zijn de zaken waar we echt naar uitkijken om zo snel als mogelijk onze mensen terug te halen naar het land. Op een veilige manier natuurlijk. Nou, u bent hier bij ons en u zit ook in een elke dag weer een andere setting op het werk. Ja. Om te kijken naar waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat doen. Wat leert deze situatie ook NV Luchthavenbeheer? Nou, allereerst wil ik, laat me beginnen met de repatriatie en eigenlijk de crisisaanpak initieel. Ik denk dat we trots mogen zijn op onze organisatie. Onze organisatie heeft getoond heel goed en heel snel
te kunnen aanpassen aan de situatie, om zo goed als mogelijk te kunnen faciliteren wat onze taak is. Dat is het eerste, dus daar ben ik enorm trots op en echt enorm, want het zijn onze personeelsleden die dit doen, dat kan ik niet alleen. Maar we leren heel veel over hoe we efficiënter met onze resources, met onze manschappen, maar ook met onze equipment moeten omgaan. Vandaar ook de reden dat we zeggen van, hey, we moeten dat 24 uur ding moeten we niet meer doen. Dus daarom komt er een grote evaluatie daarvan en dat beperken we echt gewoon blijven. We moeten als organisatie, maar ook als land, moeten overal naar een rationalisering van wat we echt doen. Hè. Ik zeg het ook, ik heb gesprekken gehad met onze bond. Op het moment dat het goed gaat, gaat het goed. En dan kunnen we alles doen. Mm-hmm. Maar op het moment dat we het met z'n allen, dan moeten we het met z'n allen doen. En ik denk dat we in deze periode, in deze crisisperiodes, duidelijk zien waar we efficiënter en veel kosteneffectiever kunnen omgaan met onze organisatie. Dat is wat ik elke dag weer zie. En elke dag weer zeg, hey, dit kan beter, dit kan aan de andere kant beter. Het is een uitdagende tijd, want het lijkt alsof je constant blijft snijden. We hebben niet alleen bij ons personeel gesneden, dat laat dat echt duidelijk zijn. Dat wil je eigenlijk als laatste doen. Maar je ziet gewoon dat we efficiënter moeten omgaan met alles wat we doen. Korte communicatielijnen, dus ik ben enorm blij met de korte communicatielijnen. Efficiënter en je ziet eigenlijk iets waarvan je denkt dat de luchthaven nooit getroffen zou zijn, wat er ooit ook zou zijn gebeuren. Ik heb luchtvaart gestudeerd en het was eigenlijk op een gegeven moment was ik op een soort kruispunt. Ga je voor de airline industrie of ga je voor de airport? En ik heb voor de airport zijde gekozen. En je ziet daar, want dat was een beetje de zekere tak van, hey, het maakt niet uit als de airline failliet gaat of wat. Mm-hmm. De airport blijft altijd bestaan. Yeah. En dat is nog steeds zo. Maar op dit moment, we blijven bestaan, maar op dit moment hebben we geen geld, we hebben geen inkomsten. Dus we zijn in hetzelfde schuitje. Dus dat maakt alleen maar dat je heel realistisch naar zaken gaat kijken en gewoon in kosten moet gaan snijden. Het klinkt hard en sommige dingen zijn echt hard, maar de wereld is in een harde situatie nu. We moeten overleven, dus we moeten slim omgaan met de resources die we hebben. En ook nog belangrijk, dat gedeelte had ik eerder al opgenomen, waarbij de waarnemend directeur heeft aangehaald dat we het samen moeten doen. En hij legde de nadruk ook op de mensen die in de branche zitten en daarbuiten mensen die... En als je het goed bekijkt, dan heeft iedereen op een of andere manier één dagje wel eens waar een connection met de luchthaven. En dat kan je niet onder banken of stoelen schuiven. Het is een sector waar we allemaal afhankelijk van zijn. Ook als we kijken naar de verschillende producten die we halen vanuit het binnenland, met name medicijnen, dan is het de luchthaven die ook faciliterend zou moeten optreden. En tot nu toe heeft de directeur de garantie gegeven dat er alles aan wordt gedaan om u de juiste ondersteuning te geven als wat de sector al heel lang heeft beloofd aan de Surinaamse gemeenschap. Ik wil de directeur bedanken voor zijn bijdrage vandaag in deze aflevering van Actua, het programma waarbij we netjes en heel zorgvuldig op zoek gaan naar de juiste informatie om u te informeren. En later op de dag, rond 4 uur, dan kunt u het team verwachten hier in dezezelfde zaal, waarbij ze samen met de pers in zullen gaan op bepaalde belangrijke actuele zaken. Mijn naam is Sherman Oomoet, ik bedank u voor uw aandacht en we zien elkaar weer morgen bij een nieuwe aflevering van Actua. Take care en probeer tenminste de belangrijke zaken die zijn voorgehouden te accepteren en ook met die zaken te leven, zoals op je omgeving letten en wees altijd netjes met jezelf. Fijne dag verder.